Ik wil samen met u twee gedeelten lezen uit het Nieuwe Testament. Ook twee versen uit elk hoofdstuk, namelijk Romeinen 12. En we lezen de eerste twee versen en daarna Hebreeën 12, de eerste twee versen. De brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome, het 12e hoofdstuk, vers 1 en vers 2. Daarna Hebreeën 12, de versen 1 en 2. We schrijven boven de prediking Jezus volgen. Hebreeën en Romeinen. Romeinen 12, vers 1. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Hebreeën 12. Het eerste vers. Daarom dan ook, als wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op de overste leidsman en de volleinder van het geloof, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. U ziet in Romeinen 12 dat het daar gaat over het altaar en het offer. In Hebreeën 12 gaat het over de loopbaan en de loper. Daar gaan we met elkaar met Gods hulp over nadenken. We gaan eerst met elkaar. En er kwam een zeker schriftgeleerde tot Jezus. En hij zeide tot hem: Meester, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. U ook vanavond? Beaamt u het ook wat deze schriftgeleerde beleed? Meester, ik zal u volgen waar u mij ook brengt. Daar gaat het vanavond over. Geliefde gemeente, je kunt wel zeggen, Heere, Heere, maar je kunt het koninkrijk van God niet binnengaan als je de wil van God niet doet. Ik vraag u, doet u de wil van God? Belijdt u dat u hem wil volgen en willen wat hij wil? Paulus is bewogen met de gemeente. Dat zijn Gods dienaren als het goed is. Paulus heeft in hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 8 uitgelegd in de Romeinenbrief hoe je deel krijgt aan de zaligheid. Hij heeft de gemeente geleerd wat het betekent de rechtvaardiging van de goddeloze om niet. In hoofdstuk 8 lijkt het wel of dat Paulus zijn brief wil afsluiten. Maar in hoofdstuk 9, 10 en 11 van de Romeinenbrief pakt hij de draad op met Israël. En als je hoofdstuk 11 leest, dan zou je denken, nu gaat hij echt een punt zetten achter de Romeinenbrief. Maar dat doet Paulus niet. Hij pakt de pen en hij begint te schrijven van hoofdstuk 12 tot hoofdstuk 16. Nee, niet over de orde van het heil. Ook niet over de vraag van hoe word je rechtvaardig voor God. Want dat heeft hij gedaan in hoofdstuk 1 tot 8. Maar in hoofdstuk 12 gaat hij het hebben over de praktijk van uw en mijn dagelijks leven. Het zou toch niet waar zijn dat je zegt, ik geloof,
maar dat je niet wandelt naar de wil van God. Paulus is zo bewogen over de gemeente dat hij zegt, ik bid jullie, ik smeek het je. En niet op eigen titel, maar ik smeek het je naar de wil van God, door de ontferming van God, door de bewogenheid van God, dat jullie je lichamen, ziel behouden is toch al behouden? We worden toch door het geloof gerechtvaardigd en niet door uitwendige dingen? Misschien noemen we dat vandaag wel wettisch. Alsof dat Paulus de schijn heeft dat het geloof is, maar er moeten ook nog werken bij. En dat uit de mond van een dienaar die de rechtvaardiging van de goddeloze predikte om niet. Hij zegt, gemeentelid, ik smeek het je. Door de ontferming, de barmhartigheid van God. Door de ontferming van God, ik smeek het je dat jullie je lichamen, dat jullie die als een levende, niet als een dode, maar als een levende en gode, welbehagelijke offerande aan God opoffert. Daar wil ik vanavond met u de vinger bij leggen. Wat bedoelt Paulus ermee? Hij heeft het in de eerste plaats niet over de geest of over de ziel, maar hij zegt, broeders, hoe leven jullie eigenlijk? Wat doen jullie met je lichaam? Vroeger was dat lichaam voor jullie. Toen was er een ander die over jullie handen en voeten en ogen regeerde. Maar jullie die belijden dat je christen bent, wat doe je eigenlijk met dat lichaam? Nou ja, in Korinthe, ja, u schrikt er misschien van, daar dachten de kinderen van God, je mag gerust naar een prostituee. Waarom niet? Want het gaat over ziel behouden, is alles behouden. En dat lichaam, nou ja, dat is een madenzak. Die wordt straks in de grond gestopt. Zo dachten ze in de gemeente van Korinthe. En u weet wat het antwoord is van Paulus. Dat hij zegt, luister eens, jullie lichaam is een tempel, een tabernakel waar de Heilige Geest in woont. Pinksteren. Pinksteren betekent de inwoning van de Heilige Geest. Wat is dan mijn lichaam? Een tempel. Want in het Oude Testament woonde de Heilige Geest in het Heilige der Heiligen. Maar die tempel is afgebroken. Die aardse tempel is er niet meer, die is verwoest. Maar nou zijn jullie gemeente van onze Heer Jezus Christus, jullie zijn een tempel geworden waar de Heilige Geest in woont. Een ander beeld wat Paulus gebruikt in Romeinen 12 vers 1... is dat mijn lichaam een offer is geworden, een offer. In het Oude Testament werd er immers geofferd. Lammetjes, stieren, duiven. Maar Paulus zegt in het Nieuwe Testament, zijn jullie een offer voor God? Jouw handen zijn niet meer van jou. En jouw ogen zijn ook niet meer van jou. En de hartstochten van je hart zijn ook niet meer van jou. Jullie zijn toch vernieuwd? De Heilige Geest woont toch in jullie hart? Hoe ga je dan om met je lichaam? Met je handen, met je voeten. Is dat een offer voor God? Nee, vroeger niet. Ook niet toen je een fariseer was, was dat geen levend, aangenaam offer voor God.
Daar waren al je daden een walg. God zei ervan, ik kotst ervan. Jullie hebben wel daden aan de buitenkant, maar jullie hart is niet bij mij. Maar u die vanavond uzelf een christen noemt, dan beleidt u dat u niet meer van uzelf bent, maar dan bent u van een ander die u lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaarlijk licht. Waarom? Om in de hemel te komen natuurlijk. Natuurlijk niet. Opdat u hier op aarde een sieraad zal zijn. Dat uw leven een eredienst is van God. Nou, dat doen we toch dominee zondags. Nou ja. En maandag is voor mij. Woensdag voor mijn vrouw. Donderdag die heb ik voor mezelf. Zo leeft u toch niet? Het is een redelijke godsdienst, zegt Paulus in Romeinen 12, vers 1. Wanneer je leeft alsof je lichaam een offer is aan God, wat wel behagelijk is aan God, dat is uw redelijke godsdienst. Wilhelmus Abrakel, die schreef een dogmatiek en hij noemde dat de redelijke godsdienst. Eigenlijk staat er in het Grieks dat je hele leven, een eredienst is voor God. Niet gedeeld, niet voor driekwart, maar dat je door de genade van God jezelf op het altaar hebt gelegd, geliefde gemeente. Begrijpt u dat? Dat u niet meer van uzelf bent, dat u geen eigen baas meer bent. Dat uw mening niet meer telt en wat u wil, dat niet het belangrijkste is. Paulus zegt, ik zal een beeld gebruiken uit het Oude Testament, dan snap je het misschien. Jezelf te leggen op het altaar van God. En dan op te branden, hoe lang? 12 uur. Nee, 24 uur per dag. Dominee, dat red ik niet. U legt de lat wel heel hoog. De Bijbel kent geen andere lat. U bent dood of u bent levend. En als u leeft, bent u niet meer van uzelf. En heeft de Heilige Geest in uw hart intrek genomen. En of ik dan eet, of dat ik drink, of dat ik werk, of dat ik slaap. Maar dit is mijn redelijke godsdienst. Dit is mijn eredienst, niet alleen op zondag. Maar van de morgen tot de avond ben ik een offer. Sta ik ten dienste van God. En is er niks meer van mij. Wie wil Jezus volgen? Wie? Wie wil Jezus volgen? Hij heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. De vogel des de hemels hebben nesten. Maar ik zeg Jezus, ik heb je niks te bieden. Wie wil Jezus volgen? Nee, niet met een snipperdag. Niet met schipperen. Maar omdat je een nieuw hart hebt gekregen, heb je nog maar één begeerte, één verlangen. Met alles wat mijn ogen kijken, ben ik een offer ter ere van mijn meester. Vroeger keek ik porno. Maar toen de Heilige Geest in mijn leven kwam, toen kwam ik tot de ontdekking dat mijn ogen niet van mezelf waren. En mijn handen waren niet geschapen voor mijzelf, maar mijn handen zijn door genade dienstbaar in het koninkrijk van God. Bent u christen? Als ik u op straat tegenkom, bent u dan christen?
Misschien denkt u wel, dominee Simons, wat bent u wettisch geworden. Hè? Nou, ik ben wel bezorgd. Bezorgd met ontferming, omdat mijn meester bezorgd is voor ons kerkelijk Nederland. Is er nog wel verschil tussen de wereld en tussen u? Dominee, daar zit het allemaal niet in. O, is jouw lichaam voor jezelf, voor jouw genot, wat jij mooi vindt of wat jij graag doet. Heb God daarom jou van dood levend gemaakt? Heb God jou daarom uit de wereld getrokken om hier nog een poosje te doen wat ik wil, wat ik graag wil? Lieve gemeente, is de liefde van Christus wel in ons hart? Of houden we nog heel veel van onszelf? Dat we nog zoveel wensen hebben en begeertes hebben en nog een mening hebben. Maar we zijn nog niet een offer geworden. Hij zegt, hier ben ik, Heere. U mag het in mijn leven regelen. Wat u fijn vindt, vind ik ook fijn. Vroeger niet. Vroeger heb ik me ertegen verzet. Maar toen mijn lichaam werd een tempel van de Heilige Geest, toen wilde ik maar één ding. U ook? Willen wat God wil. Misschien herkennen ze je niet meer op straat. Dat ze zomaar tegen je zeggen van, wat is er met jou gebeurd, joh? Hij praat anders. Hij gedraagt zich anders. Maar dominee, als er niet meer is in de stad, dan is er toch de dood. Dan is er niks anders dan de dood. Maar moet u luisteren. De tekst verder lezen. En wordt deze wereld niet gelijkvormig. Dat deed je vroeger wel. Vroeger was er geen verschil tussen jou en tussen degene die niks van God wilde hebben. Maar nu je christen geworden bent, denk je anders, praat je anders, loop je anders. Je wandelt niet meer zo naar het schemata. Dat staat er in het Grieks. Vroeger leefde ik naar het schemata van de wereld. Maar toen ik een offer geworden was, toen kon ik niet meer naar het schema van de wereld leven. Dominee, doe niet zo kinderachtig. Dacht u nou echt dat God er belang in stelt en dat het tot eer van de Heere is als je anders praat? Als je meer naar het woord gaat leven? Nee, niet omdat het moet. Niet omdat de geestel eroverheen gaat. Maar omdat de liefde van Christus in je hart is uitgestort. En ik zeg het nog een keer zonder dat ik het concreet wil maken. Maar wat God fijn vindt, vind ik ook fijn. Wat een wonder, want er is van binnen iets radicaals veranderd. Wordt deze wereld, kind van de Heere, wordt deze wereld niet gelijkvormig. U bent geheel anders. Jonge mensen, ik weet het, het is onmogelijk. Het reglement van de school red je niet. Die kan jou ook niet redden. Er is maar één manier om anders te willen leven. Dat is dat de Heer Jezus in je hart woont. En dat je wil wat Hij wil. En dat je Hem wil volgen. Paulus zegt hier in de Romeinenbrief, ik waarschuw u dat u niet de wereld gelijkvormig wordt. Ik denk dat de kinderen van God in de kerk zitten vanavond, die hebben andere tijden gehad dan nu. In het begin, zo zeiden ze dat vroeger wel eens, kon je niet over een strootje heen stappen. En nou doe je de wereld na. En misschien dat je in de vrijheid wil leven,
Omdat je die vrijheid zou doorbrengen voor je eigen wil en voor je eigen genot en voor je eigen lusten. En je wandelt in de duisternis. God in Christus is ver van u geweken. U bent slordig geworden. U hebt u mee laten zuigen door wat de massa zegt. De kerk verandert. En de wereld verandert. Maar u bent niet meer aangenaam. Wat zegt u nou toch? Je bent niet meer aangenaam voor God. Maar dat zijn we toch alleen in Christus. Dat zijn we toch zonder de werken der wet. U dacht toch niet dat je als kind van God alles zomaar mag. Ja, je mag alles. Dat is waar. Maar je wil niet alles meer. Klopt dat? Er is iets van binnen veranderd. Ik vraag het nog een keer. Abraham gaat de berg op samen met Isaac. Misschien zegt u wel, onmogelijk. Je kind offeren, dat kan helemaal niet. God wil toch geen mensenoffers. En Abraham die gaat. Met zijn zoon naast hem gaat hij de berg op. Want God heeft het gezegd. En Abraham gehoorzaamt. En u en ik, wij kijken naar Abraham en naar Isaac. En hij komt boven op de berg Moria. En hij neemt zijn enige geborene, het liefste wat hij had. En hij bindt het op het altaar. Ik heb wel eens gedacht. Ik denk dat het echt zo is. Abraham lag niet alleen zijn zoon op het altaar. Maar Abraham lag ten diepste zichzelf op het altaar. En Isaac liet zich binden. En Abraham wilde zijn enige geborene zoon doden. Waarom? Omdat God het gezegd had. Dat ging tegen Abraham in. Dat ging tegen het vadergevoel in van Abraham. Maar Abraham geloofde God. Zo wil de Heere dat u ook op het altaar gaat liggen. En dat u God gehoorzaamt. En dat u niet wandelt en leeft naar uw begeertes, naar uw ideeën en naar uw gevoelens. Maar dat u een honger hebt en een dorst om in de voetstappen van Christus te mogen wandelen. Maar, zegt Paulus, als die vernieuwing plaatsvindt, dan is dat wel een vernieuwing van binnenuit. De vernieuwing van je gemoed, dat is een vrucht. Geen voorwaarde, geen eis, geen wetties donder en bliksem. Maar omdat de liefde Gods in je hart is uitgestort. Zeg je, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zou geen mooier en beter leven weten. Maar het is wel sterven. Een lastig woord vandaag. Wie moet er sterven? Gods kind moet sterven. Waaraan? Aan je vlees. Aan je inzichten. Aan de begeerlijkheden die in je wonen. Omdat je naar de wil van God zou wandelen. En dat je leven zou zijn een beproeving. Een tasten en een zoeken. Wat wil God? Met mijn lippen. Wat wil God met mijn handen? Ik las van de week nog van iemand die in de trein zat. En er zat iemand tegenover hem die zei, zou een potje kaarten. We zetten er 1000 euro boven. En die man keek die andere man aan en zei, het spijt me. Maar mijn handen zijn niet meer van mezelf. Ik wil niet meer doen wat God niet wil. Ik heb maar één verlangen, opbranden. Opbranden, opdat mijn naaste, gewonnen zouden worden voor het koninkrijk van God. En dat mijn Vader in de hemel verblijd zou zijn.
Waar is die verblijd over? Voor wie zijn de vruchten eigenlijk van dat nieuwe leven? Nee, niet in de eerste plaats voor mijn buurman. En niet in de eerste plaats voor mijn buurvrouw. Voor wie zijn die vruchten van dat nieuwe leven? Voor de Vader. Jezus zegt, mijn Vader is die grote landman. En ik ben die wijnstok. En jullie zijn de ranken. En mijn Vader in de hemel, die wordt verheerlijkt als je naar hem luistert. Als je gehoorzaam bent. Als je naar zijn woord wil wandelen, dat is tot heerlijkheid van mijn Vader in de hemel. En daarom zeg ik jullie, gemeente van Rome, wordt deze wereld niet gelijkvormig. Laat je niet misleiden, jongens. De duivel stelt het voor, vouw mee. Dat mag best, er is christelijke vrijheid. Maar pas op! Je zit zomaar in de strik en je bent zomaar dat nieuwe leven wat uit God geboren is, dat zit zomaar onder druk. Je kerkgang wordt minder, je gebedsleven houdt ermee op, omdat je de zonde vasthoudt. Ik roep u op om de zonde te verlaten. De tendens is helaas, ik zeg het, probeer het liefdevol te zeggen, want ik meen het wat ik zeg. Maar het lijkt vandaag wel of dat alles kan wat vroeger niet kon. Was het vroeger dan zoveel beter dan nu? Dat zeg ik niet. Want het belangrijkste in ons leven is dat we mogen weten dat we het eigendom zijn van Jezus Christus. Maar avondmaalganger en avondmaalgangsters, je kinderen die letten op u. Die letten op u. En die zeggen, mijn Vader is zondags anders dan door de weeks. Wordt deze wereld niet gelijkvormig? Wandel in ootmoed. Doe niet mee met de geest van deze wereld. U raakt in het duister en in het donker. U wordt een krachteloos christen. Er gaat niks meer van u uit. Een christen hoeft niet te praten. Maar zonder spreken gaat er iets uit van Gods daden. Ik leg u geen juk op. Ik leg u geen last op de schouders. Als u vanavond tegen mij zegt, dominee, dit vind ik te zwaar. Dan hebt u het niet goed begrepen. Want Jezus die zegt, mijn last is niet zwaar. Maar het is een liefdesdienst die mij nog nooit heeft verdroten. Gemeente van Rome, gemeente van uw lekker land. Het altaar is er omdat u als een offer aan God wordt geofferd. Wie wil Jezus volgen? Nou, ik moet eerst mijn Vader begraven. Wie wil Jezus volgen? Onvoorwaardelijk. Ik zie ze samen staan bij de grens. Scherp, hè? Moet u horen, ze stonden schamen bij de grens. Rut. Nee toch, en Orpa. Ze waren allebei bekeerd. Wat zegt u nou toch? Er was bij allebei iets gebeurd in Moab. En aan de buitenkant was er niks aan te zien. Dat er een verschil was tussen Orpa en tussen Rut. U bent toch geen Orpa? Dat komt namelijk openbaar. Waar komt het openbaar? Bij de grens. Wat gebeurt er bij de grens? Dan worden ze beproefd. En dan zegt Naomi, ga allebei alsjeblieft naar huis. Want ik heb niks meer te bieden. Al zou het zelfs zijn dat ik een man heb en kinderen zou baren, dan is het nog te laat. Gaan jullie nou terug naar je goden? Want ik heb geen portemonnee en ik heb geen huis. Ik heb je niks te bieden.
Ze beginnen allebei te huilen. Ook Orpa snikt en huilt. Het snijdt er toch wel diep in. En Rut huilt ook. En wat gebeurt er? Orpa keert terug. Ze komt ineens tot de ontdekking dat christen zijn niet een glijbaan is, maar een loopbaan. Sterven aan de wereld. Sterven aan jezelf. Sterven aan jouw begeertes. Toen Orpa dat doorkreeg, ging ze terug. Gaat u ook terug? Want Naomi zegt, ik heb niks, lege handen. Maar Rut die valt Naomi om de nek. En dan komt het hoge woord eruit. Nee, niet uw geld, niet uw vermogen, niet uw schoonheid. Drie geliefden op het graf. De El Shaddai heeft mij bitterheid aangedaan. Ik laat u niet los. Ik kan niet zonder u leven. Want uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En waar u zal sterven, niet waar u zal genieten, niet waar het u allemaal voorspoedig gaat, maar waar u zal sterven, zal ik ook sterven. Orpa wordt gelouterd. Ik zag erg tegen deze preek op, maar ik heb hem uit liefde u aangereikt. U wordt vanavond beproefd. Kies dan heden wie gij dienen zult. En zo de Heere God is, dient hem. En zoals Baal God is, dient aan hem. Ga terug. Ga terug naar Moab. Je zou zo huisbezoek krijgen. Huisbezoek dat de ouderlingen zeggen, je kan beter teruggaan naar Moab. Want dan heb je nog wat. Dan kun je bij vader en moeder blijven. Dan kun je mee eten. En dan kun je door hen geholpen worden. Maar ik heb niks, zegt Naomi. Er is niemand die voor jou zorgt in Bethlehem. Uw God is mijn God. En uw volk is mijn volk. Is dat niet wat te negatief? Nou, ik ben benieuwd waar u straks naartoe gaat. Dat u zegt, bekijk het maar. Als het zo moet, dan hoeft het van mij niet meer. Echt waar? Dan zit het niet zo erg diep. Dan bent u misschien uit op voorspoed. En misschien bent u erop uit om rijk te worden. Of het mooiste meisje. Of de mooiste jongen te zijn. Dan is dat het doel. Dan is dat het drijf. Dan ben je nog niet echt gestorven. Dan draait het allemaal nog hoe jij eruit ziet. En wat jij mooi vindt. Jezus volgen is niet simpel. Ik weet geen betere weg, gemeente, dan om met hem te wandelen. Maar gelijkvormig te worden aan de Heer Jezus is sterven aan jezelf. Omdat je vreugde en je blijdschap niet ligt in de schoonheid hoe je eruit ziet en de keuzes die je maakt. Maar dat er van binnen iets radicaals nieuw geworden is. Ik ben niet meer van mezelf. Ik mag door het geloof weten dat ik het eigendom ben van de Heer Jezus alleen. Laat mij dan maar sterven. Sterven aan de wereld. Sterven aan je godsdienst. Omdat niemand anders dan Jezus alleen mijn vreugde en mijn blijdschap is. Mijn vermaak. Moet ik me opsluiten, dominee? Opsluiten. Me afzonderen uit de wereld. Nee, juist niet. Dat doet de godsdienst. De godsdienst die kruipt weg.
Maar u die de Heere vreest, laat uw leven een sieraad zijn voor onze jongens en onze meiden. Wees een voorbeeld van onze Heer Jezus Christus. Wij hebben een grote wolk van getuigen. Nog een paar minuten even over die wolk van getuigen. Abraham, Jacob, Mozes, noem ze op. Het is een wolk die in de lucht hangt en onder die wolken, daar is de loopbaan. Geen glijbaan, maar een loopbaan. Een loopbaan die gelopen moet worden. Ook door jou. Ook door mij. Dat moet niet, maar dat gebeurt. En Paulus in de Hebreeënbrief in het 12e hoofdstuk zegt tegen de christenen bij de Hebreeën: jullie hebben daar in de lucht mensen die gestorven zijn. Die hebben de loopbaan achter zich liggen. Willen jullie daarnaar luisteren? Of ga je zelf een weg uitdenken? Wil je een navolger zijn van je dominee? Van je ouderling? Hebben u een hartelijke begeerte om hun na te volgen, omdat ze Christus navolgen? En jullie hebben een wolk van getuigen die spreken nadat ze gestorven zijn. En ze roepen aan jou daar op de loopbaan toe: houd moed hoor, volhouden. Wat moet je volhouden? Om te strijden door de Heilige Geest. Door te strijden door de Heilige Geest. Om naar het woord van God te wandelen. Dat heb Abraham geleerd. Dat heb Mozes geleerd. Dat hebben al de Bijbelheiligen geleerd tot op de dag van vandaag. De loopbaan te lopen. Niet makkelijk. Dominee, nou moet u stoppen hoor. Het wordt bijna een ergernis in mijn hart. Echt waar, het is niet eenvoudig. Om de loopbaan te volgen, om Christus te volgen, dan moet je allerlei hindernissen nemen. In de consistorie werd het gebeden. Soms heb je dan slappe knieën. Soms word je zo aangevochten en wordt er zoveel geweld op je uitgeoefend dat je dreigt om te struikelen. Volhouden hoor. Maar hoe zal ik het volhouden? Ik heb geen kracht meer, zegt de loper op de loopbaan, om nog één hindernis te nemen. Volhouden. Want op de loopbaan moet je leren dat het niet allemaal vanzelf gaat. Je moet leren volharden. Je moet leren om leidzaam te zijn op de loopbaan. Anders haal je de eindstreep niet. Dat ligt mij niet zo. Nee, van nature niet. Van nature wil ik het zelf bepalen. Maar wanneer de Heilige Geest, zei ik in het begin, in uw hart woont, wenst u toch niet anders dan op hoop, tegen hoop, je vaste klampen. Waaraan? Aan de wereld? Nee. Aan wereldgelijkvormigheid? Nee, verre, verre van dat. Maar wat dan? Mijn vaste klampen aan Gods belofte, die het beloofd heeft. Zo lopen de lopers op de loopbaan. En laten we op die loopbaan, gemeente van uw lekker land. Ik roep u op. Leg af alle lasten. Die u zo licht kunnen omringen. Die u zo gemakkelijk gevangen kunnen nemen. Ik roep u aan. Leg het af. En zeg niet: dominee, dat kan toch ook wel. En dat toch ook wel. Nee, wandel voorzichtig. Begeef u niet op verkeerde terreinen. Laten we de loopbaan lopen en afleggen alles wat ons hindert.
sommigen van u klagen. En terecht, denk ik. Omdat het donker is, donker in hun hart. Ze zijn half voor de wereld en half voor Jezus. Leg af die lasten. Ze hinderen je alleen maar. Het zijn obstakels. Een loper, hoe naakter hij is, hoe naakter hij is, hoe minder lasten dat hij meedraagt, hoe eerder dat hij de eindstreep als eerste zal behalen. Broeders, laat ons afleggen alle lasten. En ook de zonde die ons zo lichtelijk omringt. Zet die porno uit. Stop ermee om tegen het woord van God in te gaan. Stop ermee. Leg het af. En laat ons met lijdzaamheid, met geduld. Ook als het water soms tot je lippen staat. Maar laten we met lijdzaamheid lopen de loopbaan. Welke loopbaan? Die Christus gelopen heeft. En die heeft de eindstreep behaald. En hij is die overste leidsman en de volleinder van het geloof. Volg hem na. Volg hem na. Hoe dichter u bij Christus leeft. Hoe meer dat u naar het woord gaat leven. Ik roep u op. Niet alleen om de last en de zonde af te leggen. Dat is trouwens onmogelijk zonder Christus. Want je wil de zonde helemaal niet afleggen. Je koestert de zonde. Je wil de zonde vasthouden. Je wil het goed praten. Met wat godsdienst. Maar je kunt alleen de zonde echt afleggen. Als je het rechte zicht hebt op onze lieve meester. Hij werd gesmaad en gehoond en hij deed zijn mond niet open. De wereld wel, de wereld opent hun mond en zegt ik heb recht hierop en recht daarop. Maar u bent toch niet wereldgelijkvormig? U gaat toch uw naaste niet te lijf met geweld en met liefdeloosheid? Dat doet de wereld. Maar u bent toch geheel anders? U bent toch met ootmoed bekleed. Afleggen. Maar ik wijs u op de overste leidsman. Zie op hem. En misschien denkt u wel, als je op Christus ziet, dan lukt alles. Nee. Maar even vragen aan u. Wat denkt u voor, wat hebt u er voor gedachten bij? Als u aan de Heer Jezus denkt. Nou ja, dominee, die hebben een vlakke weg gehad. Ging alles voorspoedig. Heulde met de fariseeën en de wereld. Nee. Op welke Jezus moeten we eigenlijk zien? Op welke Jezus ziet u eigenlijk? Het is de Jezus die het kruis heeft gedragen. Die de smarten heeft doorstaan. Zie op die Jezus. Zie op die Christus der schriften die geleden heeft. Die gesmaad is en gehoond. Laat je vrienden je links laten liggen. Laten ze zeggen wat ben je vroom geworden. Ze hebben het ook tegen Jezus gezegd. Ze hebben hem in zijn gezicht geslagen. Zie op hem. O kind des Heren. Zie op de lijdende knecht des Heren. En neem uw kruis op. Neem uw kruis op. Al vinden ze u niet meer zo leuk als gisteren en eergisteren. Het is niet wel als alle mensen wel van u spreken. Maar u moet het beeld van Christus leren vertonen. Het kost wel een prijs. Nee, geen goud en geen zilver. Het kost mijn ik. Mijn ego. Het kost mij alles. Want uit genade ben ik zalig geworden. En als vrucht, zei ik, zie hier ben ik. Zie hier ben ik. Doe Heere met mij wat goed is in uw ogen. Ook als die je kind tot hem neemt. Ook als er aan je gezondheid wordt gepeuterd. Ook als de mensen je niet meer zo aardig vinden.
Of dat ze je na gaan roepen, waar ben jij vroom, hoogmoedige man of vrouw. Is het goed, is het wel, als hij zo met u handelt. Omdat u meer en meer aan deze wereld sterft. En dat u met een groot verlangen uitziet naar de dag van Christus wederkomst. Dan zal de huichelaar worden afgewezen. Maar gij die de Heere van harte vreest, vertel straks aan je kinderen wat God je deed ondervinden. En wat hij gedaan heeft aan jouw geest. Hem zij de glorie, hem zij de heerlijkheid. Sterven om te leven. De loopbaan te lopen. Om de les te leren. Om te volharden tot het einde toe. En opgeroepen om te zien op de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Die om de vreugde die Christus voorgesteld was. Zo kan u het ook alleen maar volhouden hoor. Als je mag zien op de vreugde die God hebt weggelegd straks. Niet hier. Hier moet u strijden. Hier moet u door het geloof leidzaamheid beoefenen. Maar kind des Heren, straks komt de vreugde. Dan worden we bij het uitblazen van onze adem voor altijd verlost van dat lichaam der zonde wat nog steeds in ons achtergebleven is. Kind van de Heren, dan hoef je nooit meer de wapens op te nemen. Dan mag je altijd bij Jezus zijn. Geliefde gemeente van Nieuw-Lekkerland. Ik zei de laatste keer hier, misschien is het wel de laatste preek. Telkens als ik Nieuw-Lekkerland binnenrijd, denk ik aan deze woorden. Het kan de laatste preek zijn. En wat is dan belangrijk, dominee? Er is maar één ding belangrijk. Dat je de Christus Vaders liefste, dat je die door een eenvoudig geloof hebt leren omhelzen. En dat je door de Heilige Geest mag weten, dat je niet meer van jezelf bent. En dat je nog een poosje op deze aarde mag wezen. Waarom? Voor je eigen genot en voor je eigen plezier en wat jij mooi vindt. En nee, dat ik nog een klein poosje hier mag zijn. Om mijn kinderen en mijn kleinkinderen, mijn buurvrouw en mijn buurman, om die te laten zien hoe groot goed dat het is om de Heer te vrezen. Dat Allerhoogste en eeuwig goed. Wie heb er heimwee? Wie heb er heimwee vanavond? Wie wil Jezus volgen? Wie wil zijn leven leggen op het altaar? Als uw antwoord is ja, dan zeg ik u in naam van mijn meester, ga heen in vrede. En uw geloof heeft u behouden. Voorts is voor u weggelegd de kroon van de overwinning en van de eeuwige blijdschap. U zult straks vergoed worden voor hetgeen wat u hier moet ontberen. U zult straks zo gezegend worden in de hemel, hoe meer u hier verdrukt wordt om Christus wil. Nog één keer. Hé jongens, één keer luisteren, vergeet heel de preek. Ik ben niet gekomen met lege handen. Maar God heeft in mijn handen en in mijn hart gelegd het liefste wat hij had. En hij zei tegen mij, verkondig dit aan al de volken. Maar niet alleen verkondig het, maar leg het in hun schoot. Ik wil niet liever dan mijn meester gehoorzamen. En niet luisteren naar farizeeërs en schriftgeleerden. Maar ik leg in naam van mijn meester het kind van Gods liefde in de schoot van uw hart. Romeinen 10 vers 8. Nabij u is het woord. En het woord is Christus. Hij is nabij vanavond in uw mond. En hij is nabij vanavond bij u allen in uw hart. Hij ligt binnen handbereik.
U hoeft er niks voor te doen. Alleen te buigen. En ze namen hem gaarne aan. Amen.